Dit is een vraag die ontzettend vaak gesteld wordt. Is een coronavirus te vergelijken met de griep? Het eerlijke antwoord van het RIVM luidt als volgt. Ze weten het eigenlijk nog niet. Er is gewoonweg te weinig informatie om te bepalen hoe gevaarlijk dit virus is. De vergelijking tussen corona en de griep, oftewel het influenzavirus, is echter snel gemaakt. Veel symptomen zijn hetzelfde en in beide gevallen wordt een klein deel van de bevolking ernstig ziek. Zij krijgen bijvoorbeeld longontsteking of komen zelfs te overlijden. De ziektebeelden die lijken dus best wel op elkaar. Maar er is wel iets van een verschil, namelijk onze weerstand. Het belangrijkste verschil tussen deze pandemie en de griep is dat ons lichaam enigszins gewend is aan het griepvirus, dat jaarlijks in een bepaalde vorm terugkeert. Dit betekent echter niet dat we er immuun voor worden. Er bestaan namelijk verschillende subtypen van het influenzavirus die ook nog voortdurend veranderen. Daarom kun je ieder jaar opnieuw de griep krijgen. Maar we nemen wel voorzorgsmaatregelen tegen de griep. Jaarlijks krijgen zo'n 6 miljoen mensen de griepprik. Deze beschermt tegen de virusvarianten die in het vaccin zitten. Bij het coronavirus is dit niet het geval. We hebben afgelopen jaren nog geen weerstand opgebouwd tegen dit virus. Maar hoe zit het met het aantal sterfgevallen? Een vergelijking die je nu vaak hoort is die met de winter van 2017-2018. Toen kwamen er 9.444 Nederlanders te overlijden door het influenzavirus. Dat slechts in 18 weken. Dat zijn 75 mensen per dag. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen zijn er nu al dagen gemeten dat we ver boven dit gemiddelde zitten.